Op Facebook is vol verontwaardiging gereageerd op de politieactie vandaag tegen betogers van de protestmanifestatie in de binnenstad. Reacties bleven niet uit en hashtags Free Curtis en Pray for Suriname kwamen herhaaldelijk voor. Velen vinden het erg dat agenten weerloze burgers hebben gegrepen en hen hardhandig hebben aangepakt. Daartegenover waren er ook enkele die het optreden van de politie goed spreken en ondersteunden. Curtis Hofwijk en Brian Boerleider werden hardhandig in de bak van een politievoertuig geplaatst en naar het politiebureau gebracht. Ook Wilgo Valies werd later in Theater Uniek aangehouden en afgevoerd. Het optreden van de regering is weliswaar niet verrassend. In een bekendmaking in het weekend werd gemeld dat anarchie niet zou worden getolereerd tegen hen die zich in het vervolg schuldig maken aan het verstoren van orde en rust. De regering van de Republiek Suriname deelt het volgende mee. Onlangs hebben zich tijdens een protestactie van delen van de vakbeweging en van de oppositie taferelen voorgedaan die in strijd zijn met de wet en regels van de openbare orde. Deze handelingen zijn strafbaar. Bovendien zetten ze aan tot anarchie. Anarchie kan niet worden getolereerd. De regering heeft de taak om via haar werkarmen te garanderen dat orde en rust gewaarborgd blijven in de Republiek Suriname. Derhalve doet zij een dringend beroep op allen die gebruik maken van het grondwettelijk recht om te demonstreren, om zulks te doen conform wet en regelgeving. Ook doet de regering een beroep op de demonstranten om werkenden niet te hinderen in de uitoefening van hun beroep. Tegen hen die zich in het vervolg schuldig maken aan het verstoren van de orde en de rust, zullen de autoriteiten hard optreden. Laat u zich niet meeslepen in een sfeer van onverantwoordelijk gedrag. Houdt u het hoofd koel en stelt u zich voorbeeldig op in het belang van de vrede en harmonie in ons gezegend land. Aldus een bekendmaking van de regering waarin actievoerders worden opgeroepen tot het bewaren van de orde en rust.